Goeiedag iedereen, op deze 12 december 2020. Ik ben hier aan de ingang van Zaamslag, te Zeeland, Nederland. Dus op zaterdag rijdt de bus 10 ook, maar dus enkel de lijn Terneuzen tot Kloosterzande. Zaamslag dorpcentrum, dus een dorp van 3000 inwoners. Dus hier op zaterdag is er een kleine markt, groentemarkt hier aan de linkerkant. Ook een mooie versiering te zien. En dan natuurlijk hier heb je ja, die lokale handelszaken. Een bakkerij, de buurtwinkels, Spar, afhaalpunt voor de apotheek en diverse kledingwinkels. Hier even kijken op dat bord. Dus hier de lijn 10. Dus op zaterdag, de eerste, 9 uur 34. Ja, Terneuzen, busstation, Westerscheldetunnel. Dus nog, ja, toch nog wel een 15-tal minuten. De ochtendhype in principe. Nog geen reizigers hebben voor Terneuzen of Kloosterzande. Dat is meestal rond de middag. Je ziet hier nog een zicht op het marktje. En dus hier ook de lijn 10 richting Hulst. Dus het is gewoon hier de ene kant Terneuzen, de andere kant Hulst. Maar het gekke van alles is dat je in het weekend rijdt tot Kloosterzande. En dat je daar zit met die reservering van die taxi 2 uur vooraf. Hier, vroeger reed hij gewoon door tot Hulst. Dus mag ik nog even die, ja, dat busje hier zien aankomen, nog een 10-tal minuten. Het is ook jammer dat de bus dus gewoonweg niet de bestemming doet. Terneuzen-Hulst. Zo eenvoudig zou het zijn. Ik zeg, Kloosterzande, daar moet je praktisch niet zijn in het weekend. Je moet in Hulst zijn of eventueel in Terneuzen. Ja, daar komt hij aan. Ik zeg, dat soms enkele minuten. Ik zeg, dat is, enkele minuten is niets. Zolang dat je dus die niet specifiek moet overstappen. Daar het minibusje lijn 10 van Connection, mag ik even zien. Is er volk? Ja, toch wel. Ik zie momenteel 2 mensen in dat minibusje. Ik vermoed dat er daar een 8-tal plaatsen in zijn. Dus ja, de negatieve kant, wat ik persoonlijk vind, in deze periode vind ik wel dat de grote bus mag rijden. Om afstand te houden, om meer ruimte te hebben. En ook de situatie als je met kinderen bent, of de bus is vol, kan je er niet meer bij. Hè? Ik zeg, nu is het nog wel de eerste bus hier van de ochtend. Als er een uur komt er een ander, dus dat kan best meer vol komen. Voilà, we gaan hier nog een keer een tour doen in Zaamslag. Nog even de borden tonen zo, ook wel
Dat is altijd mooi om te zien hier, die borden. Dus 49 kilometer van Antwerpen, 13 van Hulst en Terneuzen 8 kilometer. Natuurlijk, Terneuzen, als je in het busstation moet zijn, is het wel nog een stuk verder. Hè? Men rekent zo het begin van Terneuzen. Dan hier de lokale leuke winkels, kledingwinkel. Ook nog een schoenwinkel hier. Kapperszaak. Hier is recht, dat is wel het leuke aan dat dorp, dat dat er nog allemaal is. Hè. En hier een, nog een echte bakkerij. Ja, dus de naam is ook echte bakker. Dees. Met ook wel een file buiten. Een beetje denken aan België, dat men nog naar de echte bakker gaat. Hè. Wat ik zeg, er zijn niet veel bakkers hier in de regio. Ja, dan terug rechtdoor, nog een serieus stuk van Zaamslag. Hier ook nog winkels, kledingwinkel. Dan hier aan het eindpunt, om de hoek, heb je de huisarts. Ik zeg, hier is men verbonden aan de vaste huisarts. Dat is per regio, per zone. Dus daar is de praktijk hier aan de rechterkant. En dus verder het leuke plein. Voorburgt. En dan hier. Ja. Is men terug op ja, de locatie. Hè. Ook twee garagezaken hier. Ik ben soms een keer hier langs de Zaamslag. Ik zeg, dat is vlakbij, 5 kilometer. Dus ook wel een keer leuk om nog voorbij te komen. En hier ook aan die bakkerij zie ik wat mensen. Dus ja, dat was het hier even, beste mensen. Nog een tocht door Zaamslag. De markering Vogelwaarde, nog 2 kilometer. Ja, hier is het heel wat stiller. Je hebt wel een lokale sparwinkel en daar blijft het bij. Dus geen enkele bakkerij. Het is aankomst Vogelwaarde. Maar ik zeg in principe, als je de, ja, de echte bakkerij wilt, je kan 5 kilometer naar Zaamslag. Of een ja, kleine zestal kilometer naar Kloosterzande. En dan hoef je niet de 11 kilometer te doen tot het stationsplein van Hulst. Zo, een andere entree hier van Vogelwaarde. Dus hier kom je ook uit op de Bossenstraat. Locatie Vogelwaarde dorp. Zo, dat was het. Tot de volgende keer.